Hallo en leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik weer een Playmobil set openmaken. En ik heb hem al gezien en ik vind het zo leuk. Dan, tadam, tadam. Het is een klein stalletje met een trailer, een auto en ik vind dit pakket super. Nou, laten we hem dan maar gaan openmaken. Even kijken waar de opening zit. Hebbes. Oh ja, gelukt. Nou, het eerste wat ik zie is al gelijk de trailer. Nou, een stukje van mijn trailer. Kijk hier de bovenkant. Dan hebben we een. Even kijken op de doos. Een bovenkant van een stalletje. Dan hebben we de auto. En hebben we allemaal kleine stukjes. En natuurlijk de gebruiksaanwijzing. Nou, laten we maar beginnen met de gebruiksaanwijzing. Dan hebben we hier de gebruiksaanwijzing. Ik zie hier dat we beginnen met het stalletje. Daarna de auto. Daarna de trailer. En dan de boom. Ik zie hier allemaal stickertjes. En ook nog een klein boekje met allemaal dingetjes van Playmobil. Nou, zullen we maar even gaan kijken hoe we het moeten beginnen. Nou, de eerste stap is het stalletje te maken. Ik heb hier een stuk. Leggen we dit een beetje opzij. Alles eruit. Dan weer dit stuk. En we hebben hier een geel stukje. Die hebben we ook nodig, zo te zien. En witte palen hebben we ook nodig. Nou, pak eerst een paal. Dan zegt hij hier dat we een klein geel dopje erop moeten doen. En ook deze. Ja, ik zie hier geen dopjes. Een geel dopje. En dan moet dit kantje zo naar boven. Moeten we deze erin duwen. Nou, hij zit erin. Dan moet die aan deze kant zo. Ah, die zetten we dan nog eens neer. Dan pakken we een andere. Ik hoop dat ik hem goed heb gedaan. Ik heb het andere gele dingetje. Die doen we dan in. Zo. En die moeten we dan als het goed is aan de zijkant klikken. Zo. Dan de andere. Tadaa. Dan gaan we naar dit. Moeten we een stuk eraan maken. Deze. Die moeten we hierin doen. Die. En die. Nou, zit erin. Ik vind het al een beetje op een stalletje lijken. Dan moeten we nog een keer de witte paaltjes doen. Gaan we twee gele dingetjes pakken. Die gaan we dan weer in doen. Dan moeten die in het onderste dingetje. En die moeten dan hier. Goed. Kijk, hier zit een gaatje. En hier zitten twee van die dingetjes. Dus het kan er zo in. Tadaa. Dan moeten deze kleine
Zo, deze kleine stukjes. Die moeten hierin. Eén. En dan moet ik die andere even pakken. En twee. Dan moeten deze kleine stukjes eraan. Aan deze kant. Eén. En twee. Dan gaan we verder naar de volgende bladzijde. Dan moeten we nu het dak erop gaan zetten. Die moet op alle vier de puntjes, want er zitten ook hier kleine gaatjes in. En dat past precies hier. Deze twee zitten erin. Dan moet dit een beetje doorzichtige tintje erop. Nou, dit is dan de stal tot nu toe. Zet ik die hier opzij. Dan gaan we nu verder met de auto. We moeten beginnen met het voorstukje. Die komt er zo op te zitten. Die zit. Dan ga ik op. Dan hebben we hier de wielen. Nou, die komen later pas. Dan moet ik nu op zoek naar het kentekenplaatje. Oh, die hebben we hier gevonden. En daar moet dan weer een stickertje op. We hebben drie stickertjes en dan moet deze erop. Eerst even kijken hoe die erop gaat. Dat gaat er zo op, dus dan zetten we hem zo weer. En dan moeten we die op de auto neerzetten. Dan moet ik hier ergens nummer 4 vinden. Nou, van de stickertjes nummer 4. Die moet boven het kentekenplaat. Dan gaan we naar de achterkant toe. De rode lichtjes zitten er al op. Dan moeten we hier van alles gaan plakken. Dan beginnen we met nummer 5. Die moet hier. Dat is een lijntje. En dan moeten we het kentekenplaat ook aan de achterkant plakken. Die moet hier. En dan zijn we hiermee nu klaar. Dan gaan we naar de volgende bladzijde. Dan gaan we nu de wielen in elkaar zetten. Dus een wiel. Dit stukje. Het gaat er zo in. Nou, ondertussen heb ik ook wel al de wieletjes gedaan. Dan moeten in die van de trailer moet zo'n klein dingetje. En in die van de auto moet een groot dingetje. Dus deze is van de auto. Daar doen we deze in. Oh, er wordt een wieltje teruggeschoten. Dan hebben we nu drie wieltjes voor de auto. We hebben de vierde vinden. Is de vier? Nou, hier zijn de wielen voor de auto. En dan voor de trailer, daar moeten deze klein dingetjes in. Kan je hier indrukken.
druk. En nog een keer. Nou, en zijn de wieltjes gedaan. Dan moet er nog een zwart stukje in. Die moet er hierin. Het gaat best makkelijk. Alle wielen zijn gedaan. Dan beginnen we met de auto daar de wielen in te zetten. Ik zie hier een wiel van de auto. Ik moet er als het goed is zo in. Dan kan hij nu op één wiel rijden. Ik zal eerst de twee voorste wielen doen om te kijken of dat goed is. Nou, die is heel goed. Ik zal altijd wel even doorduwen, want anders schieten ze los. Hier is het autootje en alle wieltjes zitten er goed op. Dus als het goed is, kan hij nu heel goed rijden. Gaan we even kijken wat de auto nog meer nodig heeft. Spaakbalk heet dat volgens mij. Dan moet hij hier opgeklikt worden. Dan moet de bovenkant van de auto erop. Dat is dit ding. Je kan hem ook zonder dak laten rijden, maar dit ziet er natuurlijk een stukje mooier uit. En aan de achterkant moet, ik weet niet waarvoor dat is. Oh, dat is een trekhaak voor de trailer. Daar is die. Die moeten we in. Hier zit een gaatje. Dan moeten we het in doen. Nou, hij zit erin. Dan kan hier de trailer volgens mij aan, zo. Kan de trailer aan. Dan is de auto klaar. Hier doen we het weg. Gaan we verder met de trailer. Dan gaan we eerst de wielen inzetten. Alle wielen zitten erop. Dan moeten we de stickers gaan plakken. Het laatste kentekenplaatje moet erop. Dan moeten de lichten erop. Ik zal er eerst even eentje voor doen. Zo, we moeten hier. Dan hier het andere licht. Dan naar de volgende bladzijde. Dan moet de bovenkant van de trailer erop. Nou, dan moet het wiel erop. Nou, als je een trailer ziet, dan kan je die. Er zit een pedaal op en dat kan je draaien. En dan dit erop. Zo, is de trailer. Oh, het wiel kon er niet helemaal bij. Tadaa! Hoi, dan rijdt hij. Dan moeten we een boompje in elkaar zetten. Ik heb hier een stukje boom, We moeten hier in elkaar. Dit stukje boom moet hier aan. En nu is de boom nog een beetje kaal. Dus gaan we eerst hem op een stukje grond zetten. Zonder grond kan een boom niet groeien. Het is geen herfst. Nou, het is geen winter, dus er komen plaatjes aan de bomen. Oeh, voor alles is een speciale plaats. Deze moet hier. Dan. Die moet. Kijken. Die hier zit, dan moet deze hier. En dan de laatste, die moet er bovenop. Is dit de boom? En dan gaan we verder met het paardje. Het paardje is nu grasjes aan het eten. Of hij springt er overheen over het gras. We gaan hem eerst even opzadelen tot natuurlijk het baasje er wel op kan rijden. Nou, dat opzadelen doen we zo wel.
Hij heeft nu nog zijn dekentje op. En is voor zichzelf aan het springen. Oei. Oh. Zullen we nu maar even de boom gaan oppimpen? Want daar horen natuurlijk wel wat vogeltjes op. Tweet, tweet. Ik hoor ze al. Zitten vogeltjes op de boom? Dan gaan we weer naar het stalletje toe. Dan hebben we hier iets om uit te eten. Kijk heel even op de verpakking waar die hoort. Ja, die hoort zo. Hier. En daar doen we ze eten in. Dan hebben we hier een messchep. Weer een zweepje en een borstel, hier ook een bezem en een schep, allemaal kleine dingetjes. Ik heb ook een poetskistje, daar doen we, nee dat is een poetschep, daar doen we het poetsballetje in en dan als het goed is, oh ja, hier, poetskist, het paardje staat in de wijte grazen. En dan hebben we hier ook nog een emmertje met waar eten op kan. Dan gaan we hier aan de mevrouw zitten. Zo op een bankje. Terwijl ze kijken naar het paardje. Nou, ik vind het helemaal geweldig. Ik heb alles even leuk neergezet. En ik ga voor jullie even ermee spelen. Want ik vind het ook hartstikke leuk. Nou, als eerst. Kom. Komen natuurlijk de mevrouwen aan in de auto. Ga ik ze even inzetten. Dus de mevrouwen komen aangereden. Hey, wat spaard staat in de stal. Ga eens even verder naar de parkeerplaats. Peren ze en stappen ze uit. Gaan zitten op een bankje en eieren poes. Hop, poesje bel. Dan. Dan gaat zij, want dat is de eigenaar van dit paardje, die loopt weer naar de auto toe. Die pakt totaal weer haar hoofdstel en haar cap. De poetskist staat al op de manege. Gaat ze weer zitten, de vriendin bijkletsen. Dan gaat ze haar paardje ophalen. Dan pakt ze haar hoofdstel. Ik ga vandaag rijden op mijn paard. Doe eerst je hoofd erom. Doe je hoofd eens omhoog. Oh. En toen viel ze. Nee joh. Nou kijk, zonder teugels is dit een halster. Halster. Neem ze mee naar de boom. Dan gaat ze hem lekker poetsen. Net het poetskistje. Nou, haalt ze eerst van de deken eraf. Gaat ze het paardje poetsen. Nou, als ze dat heeft gedaan, berg ze haar poetskist op. Doet ze zijn deken weer om, want ze gaan vandaag op wedstrijd. Nou ja, hij heeft wel gemest, dus dat moet ze even gaan opruimen. Gooi hem in de emmer. Dan gaan we eerst even de auto inladen. Ze had de poetskist er al in gezet. Neem een zweepje mee. Neem een zadel.
teugels. Ik heb mee. Deze zijn heel belangrijk. En dit is een tweepaarts trailer. Dus aan die kant gaat dat er dan in. Die ook. Poes wil ook mee. Stiekem hem er ook in. En gelijk de bezem mee en het schepje. Gaat het paard inladen. Die hebben ze al aan de auto vastgekoppeld. Gaan ze erin zitten. Doen ze de deur dicht. En gaan ze op weg naar de wedstrijd. Ze zijn aangekomen op de wedstrijd. Ze rijden even door de bak heen. En iedereen gaan naar de parkeerplaats. We gaan het paardje uitladen. Stap ze uit. Kom maar. Nou, en zo kunnen ze een wedstrijd rijden. Maar, nou, ze zijn er. Gaan we opzadelen. Poetsen hebben we gedaan. Dus dan gaat het zadeltje op. Gaan de teugels eraan. Kepje op. Kepje op. Erop. En klaar. Om naar de wedstrijd te gaan. Nou, vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan vooral een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. En tot de volgende keer. Doeg!